In Museum Staphorst is tot eind van dit jaar de foto-expositie Kleurrijk Staphorst te zien. Fotografe Annie van Gemert legt in de afgelopen 2 jaar klederdrachten, agrarische activiteiten en interieurs van boerderijen vast. Je hebt daar nog een generatie oudere boeren die op nog heel traditionele wijze het boerenleven beoefenen. Want bijna iedereen in Staphorst is vroeger boer geweest. Veel boeren zijn natuurlijk al gestopt vanwege hun hoge leeftijd, maar er zijn nog enkele die nog echt doorgaan. Ik heb mensen gesproken die nog nooit andere kleding dan klederdracht hebben gedragen. Nou, voor hun is het wel praktisch, ze zijn het gewend. En waarom ze het dragen, ik denk een soort trouwheid aan traditie, trouwheid aan hun geloof, trouw aan de omgeving, aan de normen en de waarden. En ik denk ook van, ja, hier staan ze achter, hier kiezen ze voor en daar blijven ze ook bij. Maar ik vind dat wel juist heel bijzonder, ja. We zijn nog van de rotonde tot spoor, misschien 3 boeren. Nou, als die weg zijn en de klederdracht is weg, dan wordt het een dood dorp. Dan is er weinig te bekijken en te beleven. Maar ja, dus het is niet anders dus. Het kostte Annie van Gemert enige tijd en moeite om voor dit project het vertrouwen te winnen van de Staphorster boerengemeenschap. Nou, ik denk dat ik toegang kreeg tot de interieurs. Dat ik in die interieurs mocht fotograferen. Ik denk dat dat het meest bijzondere was. Dat ik ook die wereld van binnen zag. Want dat was natuurlijk de verrassing van dit project. Ik dacht, ja, ik ga klederdracht fotograferen. Maar uiteindelijk heb ik een heel breed scala gedaan. Dus ik denk die wereld van binnen, dat ze mij hebben binnengelaten in die wereld. En, want het is nog heel weinig vastgelegd in andere boeken over Staphorst. De fotograaf uit Nijmegen beseft zich dat ze wellicht nog net op tijd deze unieke wereld heeft weten vast te leggen. Ik denk dat er heel veel gaat verdwijnen. En die huizen, ja, ik moet zeggen, heel veel huizen die worden als mensen, als het wordt verkocht en het is nog authentiek, dan worden ze vaak, die tegels worden soms uitgebikt. Of het moet tot een monument, rijksmonument behoren, dan mag het niet. Maar heel vaak gebeurt het nog dat de hele mooie authentieke dingen gewoon eruit gesloopt worden. En dat is, vind ik zelf, heel triest om te zien. En daarom is het mooi dat ik toch nog die interieurs heb vastgelegd. Ja.